Dit gebeurde er de vorige keer. Bro, ik word helemaal gek hier. Ik kan dit niet. Kom op, man. We hebben de hele dag de tijd. Ik weet niet hoe dat werkt, wanneer zo technisch. Nee. Is me niet gelukt. Is hij gelukt? Nee. Ik snap hier helemaal niks van. Ik snap hier niks. Ik zei nog, ik snap hier niks van. Gast, ik zie deze allemaal vingerdrukken voor mijn huis. Ik snap er geen uiter mijn teut van. Ik klik op iets en er gebeurt niks. Hè? Ja, hebben jullie nog een hacker toestel? Ja, doe dat maar, want anders krijgen we het niet over. Oh, nog een deur. Ja. Heb je nog een deur gevonden? Oh, hier is er ook eentje. Zo. Hier zie ik niet heel veel buiten. Het ziet eruit als een of andere directeurskamer of zo. Hé, hey, wat? We gaan zomaar naar binnen tegenwoordig. We gaan niet zomaar naar binnen. Ik ken geen Larry. Ik ken geen Larry. Ik hoorde Larry. Nee, ik ken geen Larry. Ik ken geen Larry. Naar buiten, hé. Naar buiten, hé. Wow. Naar buiten. Je moet ons niet boos maken. Ja, we zijn nog oké. Lisandro is een beetje boos. Ik word helemaal gek. Naar buiten. Mag ik netjes of niet? Ik word helemaal gek hier. Ik ga schieten. Ja, ik hoorde Larry. Ik maak me zorgen om Larry. Waar is Larry? Larry is hier niet. Ik weet niet wat je denkt, joh. Wie is dat, Larry? Kom, naar buiten, jongens. Larry! Hallo! Ja, zeg maar. Larry, wat is dat? Is dat eten? Sorry, nee. Ja, hey, waar is dat toestel, jongens? Ja, Dick! Je mag op hem zitten als je wil, hoor! Ja, okay. Dick! Larry! Waar ben je? Er is hier geen Larry, hoor! Larry! Geen Larry! Ah. Doe je niet aan die Larry! Nee, oh, die draait sterk. Misschien in die gang daar. Hé hey jongens, ik heb een hackerstoestel gevonden hier. Ik heb er nog één. Hé! Dick, ik heb een hackerstoestel gevonden, ik geef hem je. Ik ga je een toestel geven. Nee, je bent geen boef, je bent een harde werker. Oké. Kom, we gaan die deur openmaken. Hero, Dick, ik heb je er één gegeven. Dankjewel. Als jij dit doet voor mij, dan krijg jij 2 Big Macs en eentje met augurk. Ja, let's go. Kom op, Dick. Pas op voor die zware knieën. Even. Mijn ruimte vergroten. Ja, geef even die jongen de ruimte. Dat ding is ook kapot. Ja, je hebt hem, ik weet niet wat je hebt gedaan. Er zit een timer op mij. Oh, Dick, kom op. Bro, hij gaat ineens Clash Royale spelen. Wat is dit, Dick? Hey Dick, geen spellen, hè? Hacken, niet de Clash Royale. Hey, ja. Larry, moet je nog... Nee, zeg niet mijn naam, De politie is daar. Hij zit in het toilet, in die Dixie, Hiro, ik hoor... Wie zegt Larry? Nee, Hiro, in die Dixie. Helemaal Larry, niet. Larry, kom op. Hè? Huh? Ja, dit ruikt als Larry, dat stinkt als een rotte ei. Hij speelt... Laat hem even. Hij moet even zijn focus houden, geef hem even zijn ruimte, man, meneer. Hé, hey, kom op, Dick. Hé, hey, Olaf, even de mondje dicht nu. Je bent het wel. Hé? Even de mondje dicht. Nee. Je hebt gevonden, wie is de mol? Nu luisteren naar mijn collega. Hallo, nu even luisteren. Doet hij het? Hé, rustig. Nee, gaan we dit rondzwaaien. Ik ben er klaar. Helemaal gek, man. Hij gaat niet open. Ik praat door me heen, meneer. Ja, gaat goed. Luister, nu is het klaar. Ik ben er klaar. Meneer, wilt u dat... Luister, ik kan jullie wat voorstellen. We hebben hier behoorlijk wat geld. Dat jij misschien wel wat kunnen meenemen. Dat jullie wat voor ons kunnen betekenen. Ik weet dat dat de reden is dat Larry geen politie meer was. Dus ik weet niet of dat... Ik weet nog steeds niet wie Larry. Doe het niet. Ik ben ontslagen daardoor. Even proberen. Van betrouwbare bronnen gehoord dat je daarvoor ontslagen wordt. En ik wil wel mijn baan houden. Maar meneer, ontslagen of ik kan jou heel wat geld geven? Ik heb geen betaling. Kom op, Dick. 2 Big Macs, hè? Met augurk. Psst, Aaron, kom eens mee. Ik wil dit helemaal niet. Ze hebben mijn zoon. Ik wil dit helemaal niet. Ja, wat is Dick daar al? Hij zit spelletjes te spelen nu. Ja, nee, maar ze hebben mijn zoon niet. Dat kan niet. Nee, wat is dit nu gewoon? Ah, oh. Zitten we hier te fluisteren? Ja, niks. Hoe gaat het daarmee? Jan, hey.
Ja. Nee, 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 0.0. 0.0. Ja. Nee, ik zweer, die andere shit kan ook. Ik kan dit niet. Hoeveel heb je daar? Hoeveel heb je daar? Hoeveel heb je er? Bro, ik kan het niet. Kan jij dat eens? Ja, lockpicken kan ik wel, denk ik. Ja, doe. Wacht, hoe ver loop je door dan? Kom. Lori, de deur is open, kom. Echt? Dick heeft het weer geflikt. God zegent u. Dick heeft het weer geflikt, die jongen van... Dick! Big Mac! Kijk, Big Mac! Oh, waar moeten we heen? Waar is de buit? Waar is de buit? Kijk, dit ziet er goed uit. Oh, wapens! Oh, ik heb ook een wapen. Passen vullen. Die wapens mee. Ik kan niet pakken. Oh! Pak jij dit geld mee? Oh. Open. Hier, kijk, die vader van jou kan er wat van, hoor. Die kan er wat van. Oh, oh sorry. Pakken. Kom, Dick, we gaan nog meer buiten zoeken, kom. Bro, what the fuck is dit allemaal? Dikke Kalashnikov. Hé, hey, hier is ook weer die kaart van die revolver. Hé, hey, wat doet de politie hier? Ik word panji, man. Ik word panji. Ik word gek. Ik ga schieten. Heb je al wat gelokpikt? Hé, hey, je hebt ook weer wat gevonden. Ik heb alles. Ja! Hè? Zo. Oh, ik heb munten. Ik heb munten gevonden. Hé, ik heb munten. Zit hier wat in? Nee. Hé, ik heb munten. Ik heb munten. Ja, 25 gouden. Hé, agent, even aan de kant. Ik wil eventjes die oefenbaan benutten. Oh! Oh joh, pas op, Dick! Dick, niet daar gaan staan. Er staat nog een target. Pas op, Dick. Zo. Niet rennen. Hey, Dick. Wat is dit allemaal? Hoeveel geld heb ik? 150.000? Dick, dit is toch veel leuker dan mijn oude beroep, man. We moeten nog wegkomen, kom. Kom, Dick. Hey, wat doe jij dan, joh? Kom, rennen. Krijgen jullie ook gehoorbeschadiging? Ja, nee. Nee, daar is niks meer. Ja, Blagalski. Jongens, we hebben Mike Wazowski, hoofdagent. Mike Wazowski. Kom op, jongens. Hey, even inventariseren, jongens. Ik krijg een lady. My name is Mike Wazowski. Mijn naam is Dick Jan. Ik ga gewoon wegrennen, let op. Nee. Zo. Oh! Jullie beschrikken, joh. Alles is geblokkeerd. Praatje maken? Niet praatje maken! Alleen even snel spieken. Kom, samen, kom. Hallo? Wij komen in vrede. Wij kwamen even een praatje maken. Ja. Ja. Het is die auto. We zitten hier echt monvast. Heren, jullie mogen weer naar binnen hoor. Oké. Hoe heet jij? Lori, kom. Ik ben Willem. Waarom heb jij een zonnebril binnen op? Wat ben jij voor, Kamar? Nachtblindheid. Oh ja, dat is het. Je houdt van vleermuizen. Maar we komen wel weer naar binnen, want het wordt niet gewaardeerd hier. Hoi, dit is die van ons, ik weet niet wat het... Hebben jullie een G-wagon hier staan? Oh, sorry. Ja, een G-wagon. Ja, nu weet ik het 100% zeker dat jij Lady bent. Nee, wacht hoor, jongens. Die G-wagon is blijkbaar toch wel. Die hebben ze gepakt of zo. Vonden ze een leuke vluchtvoertuig. Mooie auto. Dus die G-wagon is wel van ons. Oké, dus dan twee Amaroks in plaats van. Ja, zoiets. Denk ik ook. Hier, hè? Connecten wel even. Hey. Sorry. Sorry, ik waardeer het wel wat ik zie. Die beginnen te leren, joh. Sorry, Dick. Ik hoop dat je dat niet zag. Drillrap, ja. Oh, daarom heeft hij die ervaring. Wat luister je dan, Dick? Zing eens een beetje dan. EDG, KMT. Dat soort dingen. Oh, nee. Allemaal de kamer. 17 de pijp. Oh, ga door, Dick. Kom op, Dick. Kom op, Dick. Gooi één bar. Kom op. Een snelle sessie. Jawel, doe iets. Kom op, Dick. Kijk, een 2 Big Mac. Ook dit, 2 Big Mac. Ik ga wel 4 Big Macs daar neerleggen. Pak als die... Dick, kom op. Extra augurk. Extra ketchup en extra augurk. Extra augurk. Gooi één gekke bar, Dick. Kom op. Komt ie, stil. 7-3, schroeven draaien in je knie. Zeg hij precies, zeg hij niets. Dit mijn dag, ook al ben je met je ma. In je buik, nog niet klaar. Nog een mollo in je huis. Bloos ik mij, maar ziet geen feest. Rest die man, kom meteen. Oh, dee. Iets harder, iets meer emotie. Echt boos. Kom op, Dick. Kom eens kijk in de fucking nacht. Die kan er zijn niet vergrapt. Kan niet lang wachten, wees op die trein. Oh. Ja. En nu je allerziekste lijn. Echt een ruige. We gaan er even dat de Big Macs op zijn. Ja, ik wil net zeggen. De Big Macs zijn op, Dick.
Ik als ik daar kwam, lieve schat, doe je kleren uit wanneer ik klaar kom. Wow! Wow! Holy shit, dit. Heb jij chickies? Aan mijn zakken, jij mag zitten aan mijn balzak, visie chickies. Oh, dik, yo, what the fuck? Aan je balzak? Doe eens normaal, joh. Dik, zo heb ik je niet opgevoed. Mag ik nu al Big Mac? Ja, bro. Hier. Ja, die liggen daar. Ja, daar liggen ze. Moet je rennen. Oh, ze liggen daar op de grond. Stiekem is Dik gewoon aan bij de chickies, maar niemand weet. Volgens mij regelt Dik wel. Zo, besef. Dan moet hij ook eens weer aanlopen. Zo, wat is er aan de hand? Technische storing, ik ben aan mijn benen. Zijn jullie allemaal ready of? Ja. Go, let's go, let's go, Dik. Dik moet ook opschieten. Oh, ik ga nu al shaken. Oh. Nee, 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 nee. Dat doen we niet aan. Maar groen licht. Moet je richting Sammy kan... Nee, ik heb de dirtbike. Oh, wat spannend! Oh, de dirtbike heeft al een hele lange achterstand. Het zou zijn als ze tegen elkaar aanbotsen. Gaan niet horen, ja, je moet scherpe bochtjes nemen dat ze crashen ofzo. Oeh. Ja, zag je die move? Ja, die was... Waarom moet die dirtbike dan weer achter ons? Ja. Oh. We hebben het op jou gemunt, hè? Ja. Godzo, omdat ik zeker munten op me heb, hè? Ja, echt. Dat kunnen ze ruiken, hè? Ja. De munten. Er zijn er twee. Oh! Oh. Ik vind me bijna tegen elkaar aan, gek. Kijk, dit is de ene. Boys, kan er geen blokker zijn of zo? Ja, wij zijn nog steeds bezig, man. Ja, dit is heel hard. Dat is waar. Oh, haat, ja, kan je dat doen? W, ik ga naar jou toe, oké? Okay? Ik ga bij Roy Graai staan op het dak en dan gaan we via die trappen gaan we naar boven lopen. Ja, 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 ja. Het vind ik niet flitsman. Doen we dat, hè? Moet je dicht bij die trap gaan staan. W, kan jij daar nu heen? Er gaat een van ons, mijn bijrijder gaat bij jou dan. De link? Ik hoor Amarok rijden, ja, ja. Ja, maar ze willen me pitten en afblokken, man. Heel eerie. Wij hebben ze gelust, ik kan jullie helpen zo. Oké, okay, dit is Ja, weet je dat ze gaan afblokken? Ja, ja, zo snel mogelijk met een auto met een steeg. Dat is het meest free. Ik ga Kunnen we niet een van jullie die Sandro helpen? Ja, dat is twee in licht. Wat doet hij? Wat is dit voor grap? Volgens mij dan ook gelijk gegeven. Ben jij weggekomen? Ik ben hard, ik ben hard. Ja, wij worden geholpen. Dat was niet de bedoeling. Oké, Larry. Ik ga jou twee andere. Maar je moet gewoon afblokken. En je hoeft alleen maar één steegje af te blokken. Dat ene makkelijke steegje vlakbij Grove Street daar. Ben je zo klaar. Het is geen motor, niks. Of kom vliegen. Zat daar vroeger ook. Nee. Het ene steegje dat ik daar links omhoog ga, het enige wat je hoeft doen is afblokken, ben je weg. Je wel, afblokken gewoon met een auto, maakt niet uit wat. Hang jij erboven, man? Ja. Pak een auto ofzo, dat is niet slim wat je doet. We zijn nu maar wat doen jullie boys? Het is letterlijk het makkelijkste afblokken van de hele aardbol. Echt letterlijk het makkelijkste wat er bestaat. Links of richting tweedehands? Het enige wat je hoeft te doen is je auto daarvoor, ik heb genoeg ruimte. Maar waarom moet je gaan blokken als je gaat lopen, snap je? Omdat er drie man achter zit. Je hoeft één auto voor te zetten, drie auto's zijn weg. Ja, dan rij ik en dan moet jij snel je auto. Je ziet ons omhoog rijden zo. We zijn net langs CWR. Ik heb genoeg ruimte, Je kan er zo makkelijk voor zitten. We hebben echt flink veel ruimte nu. Langs vuilnisman. We gaan nu langs, nu linksaf. Wil je komen? Nee, ik blok ook. We zijn er. Blokken. Nice, heel mooi gedaan. Ja, rij maar weg. Rij maar weg. Rij maar weg. Je kan ook Matty pick-up geven en wegrijden. Dit is al het makkelijkste wegkomen. Nee, ja, dit, hoe kan dit zo lang duren? Niet gelijk uit, ik geloof in
Kom hier uitstap, oké? Okay? Ja. Is Daan ook safe? Wij zijn te voet. Wij zijn te voet, hoe gaat het? Hoe gaat het met Matty, hoe gaat het met jou? Ik ben ook helemaal safe, man. AWB winkeltje daarachter, we gaan in bosjes, als een vier deurs met één solo die rijdt. Kan komen. Ik ben er bijna. Oké, we gaan hier in bosjes. Het rijden om? Ja, we rijden hier op straat. 18, 18. Ja, voor je neus nu. Ik wil geen zoomen. Die zat bij Lissandra. Hij stond op de radio aan. Ik heb die verkocht. Voor hoeveel per stuk? Totaal 1 miljoen. Zo, oh, ik kom aan en er gebeurt iets zieks. Hey, lul. Hoeveel had je er, Bilal? Je had er 50 van mij, hoeveel had je er zelf? 50 en 6. Oh ja, ik zie het 1 miljoen. Ja, en ik heb ook nog 600k. Hoeveel pak je ervan? Stap in bij mij. Ik pak 2,5 miljoen met deze overval of zo, hè? Ja, ik heb 1,2 miljoen al in mijn eentje. 1 milli, gast, hallo, ik heb van 50 munten 1 ton. Wat? Ja, ik heb 1,2 miljoen in totaal gehad. Dit was tot nu toe de storyline. Laat even weten in de comments wat je ervan vindt. Binnenkort komen er meer afleveringen aan. Laat een like achter, abonneer even zeker. En ik wens je heel veel plezier weer bij de volgende video's en de storyline. Let's go.